What up iedereen en welkom bij een nieuwe video. Elke week maak ik voor Generation M filmpjes waarin ik tips geef om jouw zomer beter te maken aan de hand van challenges. Deze week is het topic: hoe kan je zo effectief mogelijk je koffers inpakken? Zoals altijd doe ik dat elke week met een vlogger. De vlogger is... Bye! Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Pardon. Oké, maar dus we zijn aangekomen. Ik ga even zeggen wat dat de bedoeling is. Dus je moet zoveel mogelijk spullen in je koffer krijgen. En we gaan dat met een tijd doen. We gaan dat binnen de minuut moeten doen. En degene die de meeste spullen in de koffer overhoudt, die gaat de winnaar zijn. Ik ga de eer aan u geven om te beginnen. Ik ga uit beeld gaan. 3, 2, 1, go. Dat is dus een dikke jas, hè. Waarom doe ik niet gewoon met pakjes? Hij zegt doe ding aan. Ik ga zo de lucht aanlopen. Ik ga die schaar hier steken. Mijn dagcreme ook. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Ja. Oké, dus hoeveel had je er? 17. Ça va. Laptop, standaard, een dagboek en make-up. Kleren heb je niet nodig. Loop nee, gewoon naakt rond. Stap 0, hè. 3, 2, 1, start. Wat heb ik sowieso nodig? Ja, insectenzalf. Dit, make-up. Beter doe je ook een strijkijzer. Oh nee, shit, ik wil mijn laptop op meenemen. 10, 9, 8, 7. Doe maar toe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat is mijn wakker. Damn, I got style. Jeans on jeans. En dan is het 16, 17, 18, 19. Mooi. Oké, maar mijn 3, want het is niet gestreken. Nee, maar ik denk dat het overduidelijk is dat ik de winnaar ben. Ook al geraakte mijn bagage niet volledig toe, dat is gewoon door de jas. Dank je. Een kleinere zak, hè. Het positieve is dat ik kan stretchen. Hè. Dat is zo'n zak dat zo... Wat zijn de tips dat we kunnen meegeven voor iemand die op vakantie gaat en zoveel mogelijk wil meenemen? Aber ja. Als ik gewoon een tip mag geven voor je koffer zo klein mogelijk te houden. Eén tip, het enige dat je nodig hebt is een schaar. Waarom? Als je kleren eruit steken aan de zijkant, kun je ze eraf... Nee, het is niet waar. Nee, ik ga altijd zo met 20 outfits op reis, ook al gaat het maar 3 dagen. Maar dan koop ik daar nog een keer 30 outfits en doe ik die aan. Dus ja, doe gewoon eens haar mee dat je de prijskaartjes eraf kunt krijgen. Gewoon daarom. Ja, koop gewoon daar je kleren. Dus basic wat je zegt is, neem niet veel mee om daar dan je kleren te kopen. Ja. Want als je daar iets koopt, ga je het direct wel aandoen. Ik weet niet waarom, maar dat is echt standaard. Een andere tip is om zo'n zak mee te nemen. Dus geen vaste, maar zo een sportzak. Ja. Omdat je kunt hier kei veel instoppen en dat stretcht. Ja. Dat kan uitstrekken. Ja. Vergeet Bo zeker niet te volgen op haar social media kanalen. Wat is uw naam op YouTube? Bo Baassen. En op Instagram? Bo Baassen. En op Facebook? Bo Baassen. Vergeet ook Generation M niet te volgen. En de YouTube van mnm.be. En that is it for today.